10 landbouwers hebben gisteren de Global Gap Training succesvol afgerond. Na maanden de agrarische training te hebben gevolgd, kunnen de landbouwers nu zowel de lokale als de internationale markt opgaan. Het verslag van de uitreiking komt van Chanel Het Sand. Het behalen van een Global Gap certificaat wijst erop dat deze landbouwers in staat zijn om conform de internationale standaarden veilige producten te telen en op de markt te brengen. Zo hebben zij bijvoorbeeld technieken geleerd om plaag- en ziektevrije producten te vervaardigen zonder te veel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De voorzitter van de coöperatie Saramaka Fruit and Vegetables Farmers, Max Ramotar, vindt het heel voordelig om niet meer alleen afhankelijk te zijn van de lokale markt en kijkt uit naar de samenwerking met de andere twee partners. We zien dit als gewoon drie belangrijke partners bij elkaar. De eerste is de coöperatie, de landbouwers. De tweede is de afzetverwerking. En de derde is de centrale registratiesysteem. De landbouwers houden zich eigenlijk met het landbouw bezig. De clusterpartner Paralab houdt zich eigen met het afzet, verwerking en verpakking bezig. En het centrale digitaal registratiesysteem houdt zich bezig met het registreren van alle data's die dus door de landbouwers aangeleverd worden. We hoeven de landbouwers niet allemaal iedere dag zelf te gaan opslaan en noteren en bijhouden tot een lange periode, tot 2 jaar, dat allemaal digitaal gebeurt. Paralab NV is een verwerkingsbedrijf dat op Lelydorp is gevestigd. Dit bedrijf zal tijdens de samenwerking belast zijn met de afname, de verwerking en de afzet van de gecertificeerde landbouwgewassen voor de lokale markt of de export. De directeur van Paralab NV, Wendel Margaret, geeft aan welk plan het bedrijf uiteen heeft gezet voor de export. Nou, in 2022 willen we onze eerste producten afzetten richting de Caribische markt en ook richting Europa. Onze focus is op het heden zeker gericht op Nederland, maar ook andere landen op het Europees continent. De afsluiting van dit project is volgens de landbouwcoöperatie van Saramaka de eerste stap om Suriname werkelijk tot de voedselschuur van het Caribisch gebied te maken.